sparen voor de toekomst. Aweke Hiwadrengana. En Pagwa op Owesta Menga. Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe uitzending van het 10 Minuten Jeugdjournaal. Met geld moet je heel voorzichtig omgaan. Als je groot bent, heb je geld nodig voor eten en drinken, maar ook voor water en stroom. Daarnaast wil je ook iets leuks kopen en daarvoor moet je sparen. De Centrale Bank van Suriname legt op de geldbeurs uit hoe je dat het best kan doen. Het eerste ding dat gaat gebeuren is dat je geld gaat ontvangen van de bank. Ja, en dat noemen we met een mooi woordje inkomen. Op de marktplaats krijgen alle kinderen 1 SRD om uit te geven. Ze gaan eerst langs de supermarkt, daarna naar de apotheek. Hierna moeten ze water en stroom betalen en als laatst mogen ze hun overgebleven geld naar de bank brengen. Op de marktplaats leren ze hoe ze met geld moeten omgaan. Van de bank ontvangen ze eerst geld en daarmee kunnen ze inkopen doen. Dus we leren kinderen spelenderwijs dat ze niet al het geld, dat ze zakgeld bijvoorbeeld, dat ze ontvangen, hoeven uit te geven of moeten uitgeven. Het is belangrijk om te sparen, om geld aan de kant te zetten. Ik was naar de Centrale Bank van Suriname gegaan. Eerst ben ik naar de supermarkt gegaan. Dat geld wat ik heb verdiend, ben ik iets bij de supermarkt gaan kopen. En ik heb een pistool gekocht. Ben ik naar de apotheek gegaan, heb ik een paar tabletten gekocht en haal heb ik gekocht. En nadat was ik naar water en stroom gaan betalen. Stroom kostte 15 cent en water kost 10. Daarnet heb ik 25 cent gespaard, zodat mijn droom goed kan komen. Als je nu flink spaart, heb je later er veel plezier van en kan je er leuke dingen van kopen. Daarnaast levert geld op de bank ook nog een leuk extraatje op. Oké, dan leren we ze ook van dat het belangrijk is om te sparen bij de bank, omdat het veiliger is en omdat je er rente voor krijgt. Ik spaar omdat ik later wanneer ik groot ben en ik wil een huis bouwen, kan ik dat geld van de bank nemen. Mijn vader spaart voor mijn Hakrimbank, voor de Jagannath Lasmanstraat. Ik spaar bij Godo. Ik spaar in de DSB Bank, de Surinaamse Bank, en in Godo. Nu weet ik niet hoeveel geld ik heb, ik ben lang niet gegaan om te kijken. Nu beheren jouw ouders nog jouw spaarrekening. Maar als je 21 bent, dan mag je een eigen rekening openen. Dan bepaal je helemaal zelf wat je met je geld doet. Wil je nog een keertje langs bij de geldbeurs? Dan kan dat morgen nog. De Global Money Week beurs wordt dan ook officieel afgesloten. Peuter aangehouden voor te hard rijden. Aapje geboren via keizersnee en een oplader voor alle mobiele telefoons. Nu volgt het korte nieuwsblok. Een peuter is afgelopen woensdagmiddag aangehouden in de Amerikaanse stad Jacksonville. Volgens de politie reed Sadaria Michaud te hard op de parkeerplaats. Het duurde ook even voordat het meisje aangehouden kon worden. De politie heeft haar een boete van ongeveer 15 SRD gegeven. Door deze actie willen de agenten laten zien dat het verkeer gevaarlijk kan zijn, want een speelgoedauto wordt niet door iedereen gezien. Voor de oom van de peuter was dit het hoogtepunt van de dag. De peuter zit er zelf ook niet mee, want ze laat steeds de boete aan haar moeder zien. De politie heeft een goede indruk achtergelaten op haar. Misschien herken je het wel. Als jouw mobiel leeg is, wil je het opladen, maar je hebt je oplader niet bij je. Ook is er niemand dicht bij je die een oplader aan je kan geven, want ze hebben allemaal een andere telefoon. Vanaf 2017 is dat probleem voorbij. Dan kunnen alle telefoons met dezelfde oplader opgeladen worden. Dat is besloten in de Europese Unie. Het is niet alleen makkelijk, maar ook goed voor het milieu dat er één oplader komt voor alle telefoons. Want als je een nieuwe telefoon koopt, is de oplader van jouw vorige telefoon niet meer te gebruiken. De fabrikanten van mobiele telefoons worden verplicht om een oplader bij de telefoon te doen die op alle telefoons past. Anders mogen ze in Europa geen mobiele telefoons meer verkopen. Artsen in de Verenigde Staten hebben een bijzondere bevalling gedaan. Ze hebben een keizersnee uitgevoerd bij een gorilla. De gorilla werd naar het ziekenhuis gebracht omdat haar baby in gevaar was.
Alleen door een keizersnee kon het jong gered worden. Een keizersnee is als een baby niet geboren kan worden via de normale weg. Dan wordt er een snee gemaakt in de buik en wordt de baby uit de baarmoeder gehaald. Dit is normaal bij mensen, maar bij dieren wordt dat niet zo vaak gedaan. Gelukkig is alles goed gegaan en is de kleine gorilla sterk en gezond. In de hoofdstad van Ghana is al weken een tekort aan water. Dat komt door een beschadiging in een pompinstallatie die water levert voor de hele stad. Sommige kinderen gaan niet naar school, omdat ze ver moeten lopen om water te halen. In het Wereld Jeugdjournaal Wadada vertellen zij meer hierover. I won't go to school because of the water. We'll be selling porridge. So if I'm not able to fetch the water, I will get a little money to go to school. At the same time, it will affect I and my family too. Paars, blauw, groen, geel en oranje. Over enkele dagen is het zover. Er wordt Holi Pagwa gevierd en wordt er met allerlei kleuren gegooid. Op OS Omega is het feest vandaag begonnen. Holi 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 hai 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 holi ka puri sab kaden baat khoya bahut rehton hai kaun kare ye mak an mens kon strooien van elkaar met verschillende kleuren. Dat is het mooie van Holi Pagwa. Dit feest wordt elk jaar op verschillende scholen gevierd en de kinderen verheugen zich er altijd op. Maar weten ze wel wat het feest inhoudt? Het is het feest van de natuur. Zoiets is het Pagwa-feest. We hebben vandaag Pagwa-feest op school. En ieder strooit met poeder op elkaar. En zo wordt Pagwa gevierd. Het kleurenfeest is van oorsprong een Hindoe-feest, welke draait om de overwinning van het goede op het kwade. Dit wordt gedaan door de symbolische verbranding van de heks Holika. En daarna is het tijd om te feesten. Lekker eten en drinken en elkaar geluk wensen met alle kleuren van de regenboog. Zoals u weet, we leven in een multiculturele samenleving. We hebben verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. Zo ook de Hindustanen, hebben Creolen, hebben Chinezen, hebben Javanen. En waarom we dit feest op school vieren? Omdat we een eenheid zijn. We vormen een eenheid in Suriname. Dus vandaar dat we ook Pagwa op school vieren. We hebben het leuk gevierd, we hebben het goed gevierd. We hadden een pandit op school, we hebben een DJ op school, we hebben ook verkocht en zo. We hebben baras verkocht, we hebben pilori verkocht, we hebben ook roti, dus typisch Sunistaanse gerechten. Maandag is de Nationale Vrijdag. Er wordt overal Holi Pagwa gevierd. Met een wit shirt en gekleurde poeder kan jij ook meedoen. Fijn long weekend en tot maandag. Doei!